Ja, we staan hier in Westerbroek bij het Almanshuis. Kun je vertellen wat er vanavond gaande is? Zoals je kan zien hebben wij hier vanavond een Oktoberfest. Jullie zitten allebei in de feestcommissie. Kun je misschien vertellen wat dat inhoudt? Wij organiseren het dorpsfeest één keer in het jaar en wij organiseren daarnaast nog andere feesten, Oktoberfest, pubquizzen, Halloweenfeest hebben wij gehad. Ja. Wel, ik denk dat we ongeveer 5 keer per jaar een feest organiseren. Ja. Dus we zijn er wel druk mee om dat een beetje levendig te houden. Ja, dat moet ook wel, hè. Je moet het zelf gezellig maken. Maar ook zonder feest zitten we elke vrijdag hier aan de bar. En eigenlijk iedereen is er elke vrijdag. En ja, je merkt misschien ook dat het een beetje ons kent ons is. Merken jullie dat ook vooral? Ja, hier in het dorp sowieso. Ja. En merk je dat ook dan dat de gezelligheid daardoor nog beter is eigenlijk? Ja, we zijn dan best wel hecht. We kennen elkaar allemaal heel erg goed. Dus ik denk wel dat de gezelligheid daardoor heel... Het is altijd goed. Het is altijd gezellig. En voor mensen uit Westerbroek die hier eigenlijk nog nooit zijn geweest, wat zou je tegen die mensen zeggen? Gewoon komen. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja. Ja, we hebben 24 november een whiskyproeverij. En dan we hebben ook nog een groep jeugd die gaan dan koken. Dus ja, iedereen is welkom. Ja, vanavond is er ook een DJ, mensen kunnen eten kopen. Hoe hebben jullie dit een beetje aangepakt? Ja, onze dorpshuisbeheerder, dat is Marion en haar man is chef-kok. En die maakt altijd hele mooie maaltijden, maar vanavond hebben we het gewoon simpel gehouden. Wat bij het Oktoberfest hoort en hij maakt dat altijd voor ons. Ja, iedereen werkt samen, zo moet je zien. Tot hoe laat gaat het feest dan door? Officieel tot 1 uur. Maar we hebben overal wel barretjes hier in het dorp en dan altijd hebben we een afterparty.